ook aandacht aan, omdat het natuurlijk een grote vraag is. 10 jaar later, is het nou veel beter geworden? Als we naar cijfers van de KNVB kijken, dan lijken die eigenlijk in 10 jaar tijd. Terwijl iedereen toen zei, er kwamen acties. Het was wereldwijd, was er heel veel fuss en was er heel veel verontwaardiging over. Maar die cijfers zijn best wel stabiel gebleven als het gaat over geweld op het voetbalveld en incidenten. Hoe kan dat? Ja, het is niet verminderd. Het enige wat je ziet is dat er is veel meer agressie bij jongens dan bij meisje-vrouwenvoetbal. Je ziet een afname bij jongens en mannenleden. Je ziet een enorme toename bij de dames en de vrouwen. Qua aantallen, Ja, spelers. En dat kan wel iets verklaren dat de ernstige geweldplegingen dat die wat af zullen gaan nemen. Maar als je, ik fluit eigenlijk voornamelijk seniorenmannen en de oudere jeugd. Daar is echt niks veranderd in de emoties van spelers. Hoe ze tegen je doen, hoe ze met je omgaan. Ook de toeschouwers. Maar dat is slecht nieuws, begrijp ik. Uiteindelijk zie je dat je gewoon een afspiegeling bent van de maatschappij. Ja. En wij zijn een club met 1400 leden. Wij hebben het, wat dat betreft, na de dood van Richard Nieuwenhuizen... organisatorisch best goed voor elkaar. Wij doen daar echt heel veel moeite voor. Met een veilig sportklimaat. Een commissie normen en waarden. Wij hebben altijd toezichthouders rondlopen die deescalerend gaan werken. Ja. Dus we hebben daar echt. We spreken de mensen ook aan op onze normen en waarden en gedragsregels. Maar ja, daar zijn we een klein beetje uniek in. En dat komt ook door de gebeurtenis die wij met ons meekrijgen. Ja,